Het is heel Russisch in de zin dat het, de wegen zijn niet zo goed en er rijden heel veel oude autootjes, de huizen zijn wat vervallen. En er staan gigantische stadions waar straks de Spelen zijn. Die zijn echt gigantisch mooi. Maar daarbuiten is het echt één grote puinhoop. En zijn ze echt heel hard aan het werk om het allemaal op tijd af te krijgen. Was dat onwerkelijk om te zien? Dat contrast? Ja, dat is best wel gek hoor. Want we zaten nu in het hotel een stukje bij de ijsbaan vandaan. Dus een half uurtje rijden. Een half uurtje of twee uur. Dat scheelt een beetje hoe druk was op de weg. Maar dan is het best wel armoedig als je een beetje om je heen kijkt. En dan kom je in één keer op dat Olympisch Park aan en is alles zo groots en luxe. En de ijsbaan daar, daar ontbrak gewoon niks aan. In de kleedkamers waren geweldig. De krachtruimtes, er stonden gigantisch veel fietsen en alles was echt gigantisch goed geregeld. En dat is wel een groot contrast met hoe de rest er buiten uitziet. Ja. Ja, wat heb jij nou voor camera dan? Dit is van Tim. Wat een ding, joh. Geld kom je op zeker, hè? Tim? Hey. Wat van mij, ik denk dat de conclusie een beetje kan zijn dat het gewoon een lang en zwaar seizoen is geweest. Ik heb heel veel wedstrijden gereden, op heel veel afstanden de World Cups gereden, al die allround toernooien. En dan is het tank een keer leeg, dan is de scherpte er een keer af en dan is het net even iets minder. En daar baal ik dan wel een klein beetje van, dat het individuele toernooi, dat het daar, dat ik er daar net naast zat. Maar op zich was het ook weer niet heel slecht hoor. Ik heb gewoon een goed toernooi gereden, maar je wilt toch altijd beter en dat is jammer dat dat er niet helemaal uitkwam. Heb jij toen jij Sochi verliet achterom gekeken en gezegd tot over een jaar? Nou, dat heb ik eigenlijk niet gezegd. Maar weet je, de plaatsing moet ook nog gebeuren natuurlijk. We zijn nog lang niet zeker en de concurrentie in Nederland is hartstikke groot. Dus we moeten gewoon zorgen dat we deze lijn zo door kunnen zetten. En ik zal goed moeten zijn op het selectiemoment. En daarna hoop ik heel goed te zijn op de Spelen.